Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag iets totaal anders. Ik ga proberen om van mijn oude sieraden, en dan niet mijn eigen sieraden, maar de sieraden en de zilveren muntjes en alles van zilveren wat ik gevonden heb met de metaaldetector, ga ik proberen om te smelten en te kijken of ik daar iets van kan maken, een hanger of zoiets. Ik ga dat doen door middel van een gasbrander, een smeltkroes, Delfts klei casting set en gevonden zilver. Nu is het wel zo dat ik het nog nooit van mijn leven gedaan heb. Het is totaal nieuw. Ik weet echt niet waar ik aan begin. Des te leuker om het uit te proberen, toch? Als het misgaat heb ik niks verloren. Gaat het goed, heb ik wat gewonnen. Oké, dit is Delfts klei en dat moet uiteindelijk heel compact in deze ring terechtkomen. Hoeveel ik exact nodig heb, weet ik niet, maar ik weet wel dat het eerst heel fijn gemaakt moet worden. En dat doe ik met een lineaaltje gewoon, net zoals ze dat op andere YouTube-video's doen. Want ik heb natuurlijk eerst 25.000 van de video's bekeken voordat ik er zelf aan begon. En toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken en ik heb gewoon al de spullen die ervoor nodig zijn gekocht. Moet wel een beetje los zijn om een mooie vlak te krijgen. En hoe netter je gietmal maakt, hoe mooier de uitkomst is. Nou, je hebt een soort busje en die bestaat uit twee delen. Een breed deel en een smal deel. En er zitten ook twee streepjes op. Ik weet niet of jullie het streepje kunnen zien. Ja. En die streepjes die moeten straks precies gelijk zijn. Dan kan je het beste casten. En dan doen we dat spul erin. Lekker veel. Met een goede kop erop. Zit er al een kop op? Zo. En dan met de hammer. Hammer time! Kijk hoe dat eruit ziet. Oh, dat ziet er heel mooi uit. Is dat... Ik denk dat het nog wel wat strakker mag. Om te zorgen dat we straks de twee helften van elkaar af kunnen krijgen, want die zitten nu los, maar als ik natuurlijk ga slaan, dan wordt het net zo compact als de rest, doe ik een klein beetje talkpoeder. Daar veeg ik het mee in. Zorg dat je alles goed raakt. En het hoeft echt niet veel te zijn, maar dat moet wel gelijkmatig zijn. Maar zorg ook dat die gaten die erin zitten, dat die niet helemaal vol met talkpoeder zitten. Probeer dat maar een beetje uit te vegen. Als die goed ingetalkt is, dan gaan we de streepjes opzoeken. Zorg dat die ring mooi schoon is. En dan zien we, als het goed is, daar een streepje. En die zit hier ook. Ergens. Als ik hem kan vinden. Ja, hier. Zorg dat die streepjes recht op elkaar zitten. En start nou zo recht mogelijk, want elk dingetje wat je scheef zit, ga je terugzien straks. Dan gaan we hem vullen. Ik hoop dat ik genoeg zand gepakt heb, anders pak ik er nog wat bij. Huppatee. Oké. Dan komt het moeilijkste van alles, luchtgaatjes maken. Dat houdt dus in dat je een gat gewoon aan de zijkant maakt. Dan kan je mooi even oefenen nog. Die moet er helemaal doorheen. En dat hoeft niet onwijs groot te zijn.
En dan een kanaal. Waar het lucht straks heen kan, want... Of gas. Nou, weer een nieuw project begonnen. Ik denk dat dit project nummer 5 is of zo. Nou ja, probeer het maar zo simpel mogelijk te houden nu. Dus ik heb niet een mal gemaakt van iets bestaans, maar ik heb gewoon zelf met mijn vijltjes heb ik een kruisje gemaakt met een verhoginkje. Ik ga kijken of ik dat kruisje kan maken, kijken of dat lukt. We wait. Ik in ieder geval niet meer. Maar ja, er zijn natuurlijk dingen die ik fout doe, hè. Er zijn dingen die ik gewoon totaal nog niet begrijp. Of die ik nog moet leren. Of die ik... Maar ja, ik ben graag autodidact en erg eigenwijs. Dus ik probeer het gewoon. Het is natuurlijk hartstikke heet. Ik ga hem eruit duwen. Zo. Dit is mijn 6e cupcake. Zo, dan zal je wel... Honger hebben gehad. Wat is dat? Een heel heet kruisje. En of die gelukt is? Echt niet. Jawel. Dat is mijn eerste ja, projectje. Een klein gaatje. Ja, dat wel. Ja. Nou, we gaan zien. De eerste keer dat ik begon, begon ik te groot. En natuurlijk begin je te groot. En dan kom je erachter dat het helemaal niet werkt. En dat het nog niet voor jou is. Want je moet klein beginnen. Toen nog kleiner. En toen nog kleiner. En nog kleiner. En op een gegeven moment ben ik uitgekomen op een mini klein kruisje. En ik ga hem even laten zien. Want ik ben er wel trots op. Want dit is mijn eerste zilveren sieraadje wat ik gemaakt heb. Een kruisje. Hartstikke leuk. En dit is de motivatie om meer te gaan doen. Willen jullie ook meer zien? Laat het dan in ieder geval even in de reactie. Want anders ga ik dit voor mezelf doen. Vinden jullie het nou leuk om het wel te zien? Dan ga ik jullie vaker meenemen. Voor nu bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.